Hallo allemaal, Maaike hier. Ik ben vandaag even terug om te laten zien hoe ik deze kaart maakte. Men had daar nogal wat vragen over, dus hier is het origineel. Ik heb daarvoor de balk gebruikt uit de Karen John set 1727. En je kan ook de rechter gebruiken uit de 1726. Ik gebruik daarvoor ook deze acetaat, die heb ik laten kopiëren bij de kopieerwinkel. Met ruitjes, zodat ik kan zien of ik recht of scheef. Dan moet ik zeggen dat mijn balkje heb ik denk ik niet helemaal goed teruggeplaatst in de set. Hij is een beetje krom, maar let daar vooral niet op. Hij wordt wel weer recht, maar ik had het niet helemaal door in één keer. Ik gebruik de ruitjes dus om te kijken of die in het midden zit en of die recht zit. En ook hoe hoog die is. En je kan dit op twee manieren doen. Je kan of het papier verplaatsen of de stempel. En gezien het feit dat ik een stamping tool gebruik, verplaats ik liever de stempel en zorg ik dat de papier altijd mooi in de hoek ligt als ik hem twee keer moet stempelen. Ik gebruik trouwens ook een donkere kleur. Ik denk die zien jullie wat beter dan de Lulu Lavender die ik had gebruikt. Dit is Teal Zeal van Memento. Nu zie ik dat die krom is. Of mijn ruitjes zijn niet recht. Maar nee hoor, ik had hem niet helemaal goed teruggeplakt in de set. Ja, helaas. Maar het is eigenlijk heel simpel. Je stempelt hem drie keer. Je zorgt dat de afstand hetzelfde is. Of om en nabij. Ik doe het niet millimeter precies hoor. Want ik denk het, als het op het oog recht is en even ver, vind ik het wel goed. Kijk, en als je het papier verschuift, dan kun je hem 1 centimeter verschuiven elke keer. Of 1,5 of 2. En dat heb ik bij die regenboog wel gedaan, die ik ook heb geplaatst onlangs. Maar ik heb hem liever in de hoek voor als ik twee keer moet stempelen. Kijk, hier tel ik ook gewoon de afstand, of die in het midden zit. Het is eigenlijk heel makkelijk en doordat hij zo'n vlagge eindje heeft, lijkt het net op een kartelschaar randje, vind ik, die je met de stof gebruikt. En het lijntje in het midden heb ik in het zilver gelpen voor gebruikt. Maar je kunt natuurlijk ook een andere kleur gebruiken. Of gewoon blauw of goud of misschien wel glitterpen. Wit zie je misschien niet zo heel goed. Je kan het embossen als je dat liever wil. Als je de Wessermarker gebruikt. Er zijn zoveel mogelijkheden. En nogmaals, ik doe nu blauw. Maar je kan elke kleur gebruiken die je leuk vindt. De Lulu Lavender had ik gedaan vanwege de tekst. Ik denk aan jou. Dan vond ik dat het wel een beetje een rustige kleur moest hebben. Maar ook dat ligt eraan wie hem krijgt, denk ik. En voor de lijntjes in het midden pak ik mijn zilveren pen. En gebruik ik de rechterkant van de liniaal. En één kant is plat met het oppervlak. Die ligt nu boven, zodat het inhammetje onder de liniaal vrij blijft van het papier. En dat is met deze pen misschien niet zo belangrijk, maar met inkt wel. Want die loopt dan zo die streepjes in en krijg je vlekken. En ik gebruik natuurlijk de rechte onderkant om te zorgen dat mijn streepjes ook recht zijn. En voor de hartjes heb ik dezelfde set gebruikt, maar dan twee kleuren. En dat was volgens mij Lulu Lavender en Eggplant. En nu gebruik ik Teal Zeal en Paris Dusk. En ik ga gewoon een paar keer eroverheen, zodat het randje wat minder scherp wordt. Deze, de kaarsjes, die heb ik gemaakt met de rechte balk uit de 1726. En de vlammetjes heb ik gedaan door het hartje te stansen en dan door binnen te knippen. Maar ik wil ook even laten zien heel snel hoe ik de regenboogkaart heb gemaakt. Daar heb ik ook het rechte balkje voor gebruikt. Maar slechts gedeeltelijk met inkt bedekt. En dan met een droge hand of vinger een klein beetje weggedept,
zodat de randjes zachter worden. En ik gebruik nu even snel diezelfde inkt die ik heb liggen en niet de regenboog. Maar het is alleen maar om het even te laten zien. En het zou voor een mannelijke kaart kunnen zijn natuurlijk. Het hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Hè? Kijk, en ik stempel graag 2 keer voor een mooie donkere kleur. En hier laat ik zien dat als je hem verschuift, dan heb ik 2 centimeter gedaan. En dan doe je de volgende kleur. En je kan hem ook buiten de stemping toe laten hangen, wil je naar beneden. Als je maar langs de kant hebt, zodat hij altijd op dezelfde plek is. Dat is het echt het belangrijkste, als je hem 2 keer wil stempelen. Als je 1 keer stempelt, kan je ook gewoon een acrylblok gebruiken. Dat maakt niet uit. En ja, zo kan je eigenlijk de hele kaart vullen. Maar dat was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie snel weer terug. Dag!